hartstikke idee. Het is een Desselingochtend. Hé, hey, luister eens. Ja? Je krijgt een groeten van Hans. Hans wie? Hans van W. Hans van W? Hans van W! Ja, wat moet ik ermee? Je hebt het toch wel gezien? Oh. Nee, wat? Mireille moest toch even weg? Ik moest toch eventjes voor je. Mireille moest ik toch eventjes zitten? Ach, daar kijk ik toch nooit naar. Nou, wat belachelijk. Kijk nou, ja, Mireille moest even weg. Dan heb ik koffie! Even... Nou, leuk, leuk. Ik vind nou leuk dat je gekeken hebt. Gezellig. Ik heb altijd naar Monte Carlo gekeken. Dat vind ik nou een beetje vervelend. Het is tijd voor de Toffifeest. Hoe kom je er... Oh, hey, de bel. Oh, schat, je mag bijna weer. Kom terug! Kom terug. Het is zaterdagochtend en we hebben natuurlijk weer heel veel leuke snoetjes hier op de tribune zitten. En we gaan eens even kennis met ze maken. Zullen we dat doen? Je bent hysterisch. Er zit weer wat in je oor. Nou, ga je niet. Ja, echt waar. Ik vind dat zo irritant. Ja, ik sta schuin achter je. Je moet heel even pulken, want ik... Nou, goed. Nou, in ieder geval, we gaan deze ochtend verder rustig vervolgen. Want anders denkt iedereen, ik ben net wakker, ik stuiter. Ik ga even bukken, want straks schiet het bij mij. Nou, Gertsie Derry, je doet het gewoon niet aan mijn jakje. Oh, er zit hier... Nou, weet je, we gaan even pulken. En ondertussen kijken jullie wat er allemaal nog gebeurt vandaag. Nou, je hebt het net schoongemaakt. Nou, je ziet het nog wel een beetje hangen. Hoor. Nee, wel helemaal niet. Er is niks in mijn oor. Nou, klaar ermee. Laat mij jouw oor even bekijken dan. Nee, nee. Ach, waarom niet? Ik bij jou hangt er altijd zo'n haar voor. Ja, dus daar zitten mensen niet op te wachten. Nou, waarom zeg je het dan? Omdat het mij even opviel. Hé? Snoetje?